Sinds maart dit jaar heeft het OCME Gent er een nieuwe 9e lokaal dienstencentrum bij, het LCD Wibier. In het lokaal dienstencentrum kan je terecht met alle mogelijke vragen omtrent zorgverlening. Het wil een vertrouwd aanspreekpunt zijn voor de buurt. Het personeel geeft je info en advies en zoekt samen naar een oplossing. Want vaak zit er een vraag achter de vraag. Bijvoorbeeld mensen vragen of ze hier kunnen komen eten, een warme maaltijd gebruiken. Na een gesprek met de maatschappelijk werker bleek dan dat het niet alleen gaat om de maaltijd gebruiken, maar dat de persoon recent weduwe geworden is en dat er toch wel wat problemen zijn met de aanvraag van het pensioen of de financiële kant van de zaak, of dat er toch wel een eenzaamheidsproblematiek achterschuilt. In het onthaal werken ook vrijwilligers. Het lokaal dienstencentrum Wibier heeft in totaal zo'n 40 vrijwilligers. Ze helpen bij het grote aanbod activiteiten. Soms brengen ze ook nieuwe ideeën aan. Dankzij de vele vrijwilligers kan het LCD Wibier verschillende activiteiten aanbieden. En dat is toch de bedoeling, zoveel mogelijk senioren opnieuw activeren. Wij zijn allemaal liefhebbers, wij zien allemaal gaande schilderijen. En, het is niet onze bedoeling om beroemd te worden of zo, maar het is meer om ons te amuseren. Hè. Om een keer een namiddag alles te vergeten. Hè. Alle stress valt van u weg, je moet je concentreren op je werk. Ik vind dat iets zeer ontspannends. Bijzonderlijk in de winterperiode kun je dus u ook in de natuur gevoelen met uw schilderij te samen. De activiteiten zijn geen echte lessen. Belangrijk is dat de deelnemers een sociaal netwerk uitbouwen. Elkaar op een leuke manier leren kennen en van elkaar leren. Ook Daniel heeft zijn stek gevonden in Wibier. Hij organiseert fietstochten en doet kleine herstellingen aan de fietsen. Hoe bevalt het je hier nu? Zalig. Eigenlijk een beetje te veel. Mijn vrouw zegt ook al, zeg, ga er weer naar UB. Maar ja, ik maak me nuttig voor de mensen. Zolang dat die mensen goed voelen. Ga je zelf veel voldoening? Ja, zeker. Zeker weten. Ik ben een zeer sociaal mens. Ik heb dat nodig. En daarmee raak ik voor me goed. Het cliché van zorgbehoevende senioren wordt snel doorbroken in de lokale dienstencentra. De senioren van nu zijn heel actief en leergierig. De actieve senioren kunnen ook de meer kwetsbaren meetrekken. Zorgen dat er meer vereenzaamde senioren opnieuw naar buiten komen en weer zelfrespect krijgen. En opnieuw van alles beleven. Ik ben in contact gekomen van Wibier door mijn beste vriendin, die onlangs haar man overleden is. En zo zijn we naar hier gekomen, een koffie drinken. En voor een keer buiten te zijn, voor een keer bij de mensen te zijn. Vooral voor haar geeft dat een steun. De lokale dienstencentra zoeken altijd vrijwilligers. Wil je meer info, surf dan eens naar ocmwgent.be. Wil je meer weten over de werking en activiteiten van het lokaal dienstencentrum Wibier? Bel dan naar 09-266-31-00. De agenda nu. In het Museum voor Schone Kunsten kan je naar werk gaan kijken van Max Beckmann, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het naoorlogse Duitse expressionisme. Daarnaast kan je het meeste werk van Fernand Léger bekijken, Le Grand Déjeuner. In de bibliotheek van de Bloemenkenswijk kan je naar een workshop wereldmuziek, Kunda Boefi klanksprookjes. Oktober is in heel Vlaanderen de energiemaand en ook de stad Gent doet mee aan verschillende extra initiatieven rond energie. Dit was Stads TV Gent. Je kan deze uitzending herbekijken op gent.be. Voor meer info bel naar Gent Info op 09210 10 10.